Februari 2024. Opnieuw een opruimactie op de oever van de Ruppel. Ik ga u laten zien hoe dat de situatie is. Ongeveer over een breedte van 2 meter vind je op de vloedlijn een zone met allemaal afval. En dat afval, dat zijn allemaal kleine stukjes die herkenbaar zijn. Dat zijn meestal Isimo of stukjes van een biek, schroefdopjes, balletjes, isolatie vooral, Isimo. Maar dat gaat verder en dat gaat maar door. En als je gewoon die oever afwandelt, doe je alleen maar afval tegen zo'n klein en groter, ringetjes enzovoort. Ziet het? Jullie muur. Ik ga nu niet gans de lengte van de Ruppel afwandelen, maar om een idee te geven, we zijn nu al een meter en een half verder. Lapjes, stukjes van een biek, van de stilo, hier nog zoiets. Maar vooral Isimo, zie je ook die hele kleine bolletjes, dat is allemaal Isimo. Maar ook herkenbaar, die hulzen van een stilo of een stift. Plastic. Allemaal plastic. Al hetgeen wat kan drijven, landt op de vloedlijn van de Ruppel. Enzovoort. We kunnen dus blijven filmen en blijven doorgaan tot over gans de lengte over. Tot helemaal het einde, tot aan de Schelde. En daar zal het niet beter zijn. Nu die plastic, die fragmenteert zoals u ziet. Hè, dat wordt altijd kleiner en kleiner. Vooral die Isimo bolletjes. Maar het onheil geschiet eigenlijk al lager, waar het afval aanspoelt. Nu heb ik hier van de week al de grote stukken afval eraf gehaald. Maar daar kun je nog wel wat zien liggen. Die grote stukken die spoelen aan en die worden kleiner en kleiner. Uiteindelijk belandt alles in zee, hè, want veel gaat met de volgende vloed weer wat verder. Richting Schelde, richting zee. Dat is de bekende plastic soep. Zoals we allemaal al weten. De boodschap is eigenlijk gewoon, we moeten minderen met afval, we moeten stoppen met afval te kopen. De verpakkingen moeten anders, herbruikbaar, minder afval, mindere verpakkingen aanschaffen enzovoort. Dus er zijn heel wat handvaten die de overheden al aanreiken om, om een soort beleid te voeren dat al die zaken oplost of toch veel verbeterd.